Ladies and gentlemen, geef hem een groot studioapplaus. De rappende tover DJ Hans Groen. Kan ik even aanschuiven dan? Wat zei je? Tuurlijk kan hij aanschuiven. Kan Marijn even een Ruudje, komt erbij. Rootless ja, in the house. Ook even een applausje voor Ruud. Ja, Zeker. Ja, want jullie hebben een nieuwe track gemaakt. Wij verwachten alleen jou, maar we krijgen Rootless als bonus mee. Dat is toch helemaal top? Lekker bonusje. Ja, cadeautje. Ja, heerlijk. Hoe is het met jou, Hansie? Ja, goed. De ene keer zit je hier als rapper en dan heb je zo'n fisherman's hat op. Ja, en nu ben je als DJ, nou heb je zonnebril. Ja, kijk. Of hebben jullie even zitten in de auto net? Haartje strak. Kan ik hem ook opzetten? Nee, kijk, weet je wat het is? Ik heb even die beelden teruggekeken en met zo'n hoedje op, dan met die koptelefoon eroverheen, dat is echt geen vibe. Dat ziet er niet uit. Okay. Dus ik heb hem wel bij me als ik zo ga draaien, maar ik denk, nee man, nu moet ik er wel gewoon fresh uitzien. Het is zomer. Hé, maar dat haar van je zit perfect, ouwe. Daar liggen die aan. Holy shit. Maandenlang in de sportschool gezeten. Lekker, ouwe. Naar de kapper geweest. Ja, want vorige keer was je hier voor ASO. Met je broer was dat ja, toen. Klopt. MP Junior trouwens, shout-out naar hem. Waar ben je de laatste tijd allemaal mee bezig geweest? Want het gaat nu iets minder rappen en iets meer lekker in die boot staan. Yes. Ja, dus en daarvoor was ik nog met Ketamine Klappers. Dus dat was natuurlijk wel ook echt een rampplaat. Toen was je er helaas niet. Sorry. S.O. Jarno, hij was er wel. maar ja, inderdaad. Kijk, ik heb wel voor mezelf besloten dat het echte knalwerk, dat is gewoon waar de focus nu ligt. Ja. Dus ik heb nog wel een paar dingen gedaan, maar dan ben ik gewoon de featuring. Maar gewoon de tracks die ik gewoon zelf wil en ga uitbrengen, dat is gewoon... Het betere knalwerk. Ja, gewoon als DJ act. Ja, ja. Maar dan heb je aan hem natuurlijk geen betere eigenlijk. Ja. Rootless is wel bekend met het betere hak- en knalwerk. Ja, probeer nog steeds mee te beuken, ja. Ja, ja, lekker joh. Maar hoe hebben jullie elkaar gevonden dan? Ja, ik stond al op zijn muziek te jumpen toen ik 13 was. Ja. Op school. Ja. Ja, ja, wij avondje Outsiders. Feestje van Outsiders. Oh. Stonden wij... Het podium was eigenlijk de backstage. Dus... Ja, iedereen stond door elkaar en ontmoette ik Ruud. Ik dacht, wat is dat een leuke vent, joh. Dus eigenlijk de hele avond op boevenpad. Ja. En altijd contact gehouden daarna. En toen kwamen we gewoon op het idee om gewoon een track te gaan doen. En toen dacht ik had al een concept, trommels. Ja. En toen dacht ik, hoe leuk is het nou om een track uit te brengen met... Dr. Face DJ Rootless. Oké. Okay. Ruud, Face DJ Ruud en Rootless. Ik pak ze gewoon alle drie. Ja, precies. Oké. Okay. Maar toen dacht ik, hoe heet dat? Op Spotify kan je maar drie main artists. Dus dan had ik één van de drie moeten teleurstellen. Ja. Toen dacht ik, ik probeer het eerst bij Dr. Root. Want Dr. Root, daar had ik al een track mee gedaan. Die was sowieso down om weer wat te doen. Ja. En ik had Rootless net leren kennen. Dus dat was dus de next in line. En toen hadden we met z'n drieën zoiets van, let's go man. En hebben jullie met z'n drieën besloten om Face DJ Ruud dan maar te skippen? Ja, eigenlijk wel. Rootless, hoe was dat voor jou die samenwerking? Is dit een beetje heen en weer gemaild? Of zijn jullie echt gaan zitten? Of, Ja, ook gaan zitten, ook overlegd en dingen heen en weer gestuurd. En uiteindelijk is er iets heel tofs uitgekomen, vind ik zelf. Ja. En hij ramt zo hard uit de speakers als je hem live draait. Echt, ik heb hem gehoord. Het is wel echt een stevige beuker. Ja, lekker. Maar jij bent ook altijd, ik bedoel, is mooi. Want jij bent ook iedere zoveel jaar weer een nieuwe ontwikkeling van je sound aan het aanbrengen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, hè? Ja, en nu, ik heb ook heel erg veel met deze techno-sound. Ja. En daardoor klikt het ook meteen, weet je wel. En hij ook. Dus dat komt goed uit. Ja, lekker. En die sound ligt ook dicht bij mijn eigen sound, dus ja. Ja, ik wil ook daar nog wel wat over zeggen. Het is niet dat ik nu een soort van op de techno-bandwagon wil springen of zo. Het lijkt wel alsof iedereen dat een beetje wil deze dagen. Ja. Kijk, in mijn defense, ik stond al gewoon op technofeesten toen ik 18 was. Dat is inmiddels 12 jaar geleden. Awakenings, female hard techno in de gashouder in 2013 met Fatima Haji, weet je al. Ja, ja, ja. En ik ben dat op een gegeven moment een beetje uit het oog verloren. Omdat ik gewoon verliefd werd op hardstyle en hardcore. En toen hoorde ik opeens dat techno als hardstyle en hardcore van vroeger klonk. Toen dacht ik, dit is vet. Ja. En basically is alles nu techno, maar ook weer niet. Nou ja, iedereen gebruikt nu een beetje die techno kicks. Ja, kicks en natuurlijk eigenlijk gewoon het Rave Generator plugin pakketje wordt veel gebruikt. Ja, ja. Die hebben we bewust niet gebruikt. Ja, die zit zo meteen wel in mijn set, want je ontkomt er eigenlijk niet aan. Maar bewust niet voor gegaan. Ik dacht van, ik wil... echt een zomerknaller maken. Dus Busy
heeft de pre-zomerhit gemaakt. Ja. En daarmee zeg maar de weg vrijgemaakt. Voor jullie. Voor een echt dikke zomerrammer gewoon. Wat gaat de zomer brengen? Defcon 1 natuurlijk sowieso. Ik neem aan dat, Louis, dat jij daar ook staat. Ja, op de zondag. Op de allerdikste stage, ja. De UV op zondag. Dan wordt de hardcore tent omgetoverd in de freestyle madness. Alles kan tent. Ja, dat is wel mooi. Die zondag, dan is iedereen ook, weet je wel, dan nog even dat laatste restje eruit persen. Ja, dan komt er ongeveer 10.000 fris V, feest V en 30.000, 40.000 mensen die al 4 dagen onderweg zijn. Dus die sfeer die is dan helemaal top. Ja, dus dat. En ik sta op Defcon met Darkraver back-to-back. Ik mag dus op zondag, als Ruud Lust er ook staat, nog op een pop-up rave. Dus dat is een car over het terrein. Maar daar mag ik dan niet mijn normale set doen. Dus dat, dan doe ik een beetje een vergelijkbare set met wat ik straks ga doen. Oh. En dat noem ik dan Hans Glock presents Glock. Maar dan met een streepje door de O, want dat is techno. Gluk. Oké, op IKEA, lekker. Ja. Dan zit ik even... Wat heb jij nou in Vegas uitgespookt? Oh, shit. Wat? Ja, man. Ja, dus, getrouwd? Ja, in Vegas. Gast, wat de fuck? Leg uit. Ja, kijk. Toen ik mijn allereerste liedje uitbracht, heb ik in de FHM geroepen, gemanifesteerd. Ja. Dat mijn grote droom als artiest was. Jij kijkt toch ook niet naar al die manifesteerchickies die dan op Instagram. Je moet het manifesteren. Nou, ik zal het je is belangrijk nu, ik zal jou dus energie... nu vertellen. Ja, ja. Dit heb ik dus gemanifesteerd en het is gelukt. Dus ik geloof wel echt in de kracht van manifestatie. Oké. Ik heb toen in mijn eerste interview in de FHM gezegd, ik zou wel een show willen in Vegas, net als de echte Hans Klok. Ja. Met een mooie assistente, zoals Pamela Anderson, maar dan iets meer richting mijn leeftijd. Ja. Ik had nog nooit iets in de elektronische, het was een rap liedje en het was mijn eerste liedje ooit. Maar toen heb ik er dus 2 jaar lang alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En dus heb ik een track gemaakt met een Amerikaanse DJ, Lady Fate, die er ook nog eens ontzettend goed uitziet. Dus dat was mijn assistent op EDC en daar hebben we de track gepremiëerd, zoals dat zo mooi heet. Maar EDC is ook nog wel een van de grootste festivals, toch? Daar kom je ook niet zomaar. Nee, dus van tevoren zei ze ook van ja, je moet er niet op rekenen dat je zeg maar op het podium mag, laat staan een microfoon in je hand. Toen dacht ik ja, ik ga er gewoon heen, het is mijn droom en we gaan dit gewoon doen. En toen zei ze, nou ja, oké, het is in ieder geval tof als je erbij bent. Zijn we erheen gevlogen. En toen meette ik daar op de dag van de EDC. En toen zei ze, hey, het is allemaal geregeld, man. Je krijgt zelfs een microfoon. Lijp. Dus toen mocht ik daar een liedje zingen voor 10.000 Amerikaanse ravers. Maar ben je dan ook met haar getrouwd? Nee. Wel met je echte... Ja, zeker. S.O. Lindy. Ja, moest ik doen ook. Ah, lekker jongens. Ja, dus dat was ook niet spontaan hoor. We dachten gewoon van ja, als we daarheen gaan, dan moet je gewoon Elvis... Maar is een kapelletje Elvis met Elvis Presley of... Zeker, Elvis heeft ons getrouwd. Oh, goud. Ja. Ja. En Lady Fate was onze guest of honor daar op de bruiloft. Oeh, dus, wat goed. Was cirkeltje rond. Lekker. Jij gaat zo meteen hier een half uur draaien. Er wordt geen back-to-back. Jij gaat gewoon Hans Glock... Ik ga een half uur draaien, maar er zit natuurlijk wel gewoon ook muziek van Ruud Lust in. En trommels gaan we samen meetrommelen. Wil je nog een vraag stellen aan Ruud? Want ik heb wel heel veel zitten lullen weer. Ja, nou, is jouw shine... Dat, ik bedoel, het gaat inderdaad om jij bent hier de DJ Khaled van het geheel, zeg maar, die alles met elkaar brengt. Maar ik dacht inderdaad, momentje voor Ruud, ik wil dan nog wel even een tune van jou draaien voordat hij zo meteen hier de tent afbreekt. Oh, dat vind ik nice. Mag ik hem kiezen dan? Mag jij hem kiezen? Wat? Nee, zo de biet erop, gozer. Ja, zijn momentje. Ja, maar dat is zijn plaat toch? Maar die mag ik dan toch wel kiezen? Ja, oké, maar wat ga je dan doen? Gaan we, welke? Dan, gaan we dan iets nieuws doen? Ik zou of zeggen Jekyll and Hyde. Gewoon, ja, echt. Dat was ik. Of I just wanna light up and get fired up. Dat is wel echt mijn favo. Allebei goede keuzes. Of last night ever. Maar kan jij nog... Is het een beetje sweepertje effect met Jekyll and Hyde? Of kan je dat nog steeds wel hebben? Sweepertje effect. Ja, dat je denkt... Nog steeds elke set. Nee, dan nog steeds helemaal los. Nou, niet elke set is in verschillende versies vaak, ja. Een beetje geüpgrade. Maar welke wil je nou horen? Jekyll and Hyde mag voor mij ook. Daar ben ik nog steeds trots. Het mooie is ook, hè, dit is slam. Dus alle Jekyll and Hyde tunes staan hier ook gewoon in de computer. Ja. Ready to go. Maar echt ook zelfs de weet je wel, ook Time Flies, maar ook Spring Break al de minder bekende. Kies jij dan jouw favoriet? Ja, dan wordt het toch, denk ik, of Frozen Flame of Freefall. Een van de twee. Dan zou ik zeggen Freefall. Ja, gaan we voor Freefall? Ja. Jezus, ik heb zelfs een 8 minuten versie. Ik weet niet wat dat... Oh, lekker pilletje erin.
Dat gaan we zo meteen doen. Ik pak de, even kijken, de free fall van 3 minuten. Ladies and gentlemen, Jekyll and Hyde. Want Rootless, de helft van Jekyll and Hyde, is hier bij ons in de studio. Dit is free fall op Slam.